Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 12 mei van Weerplaza. Vandaag is de beste dag van het weekend. We zien een afwisseling van zon en hoge en meelbare sluierwolken. De wind waait zwak tot matig vanuit het oosten en vanochtend ligt de temperatuur tussen de 16 en de 18 graden. Vanmiddag stijgt het kwik in het noordwesten van het land naar 23 graden. Verder landinwaarts is het nog zomers warm met 25 graden. En verder vanmiddag op veel plaatsen droog weer. Vanavond mogelijk een enkel licht buitje, maar op veel plaatsen is het vaker droog en daalt de temperatuur geleidelijk aan naar 17 tot 20 graden. En morgen zijn er grote verschillen. In het noordoosten en oosten schijnt eerst de zon geregeld, wordt het nog zomers warm, maar kan later op de dag een flinke regen en onweersbui ontstaan. In het westen en zuiden zijn er meer wolken en is het minder warm. Maandag en dinsdag zijn nog warme dagen met 20 tot 25 graden, zon en wolken en kans op een enkele bui. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook minder warm. Ik ben Diana Woe van Meerplaza.